Yo, what's up gasten van Sommige Gamers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik zombies spelen en dan toch weer niet. Ik ga een solo game spelen, maar ik ga een soort van glitch uitleggen. Het moet allemaal zeer snel beginnen, want ja, het duurt niet altijd. Maar uiteindelijk wel, als je het terugvindt, maar ja, je gaat dus zeer snel level up kunnen gaan. En ook heel veel coins kunnen krijgen. Ik ga hem opstarten en natuurlijk hebben we zoals altijd de intro. Die ik natuurlijk niet volledig ga kijken, want die duurt gewoon veel te lang. Hey you. I know I yelled at you real bad. I know I said some things I shouldn't have said. Ja ja, kom aan. Doe door. Opsa, skip. En dan, hier gaan we dan. Vanaf nu moet het dus eigenlijk allemaal zeer snel gaan. Dus, kijk, je hebt er altijd, daarboven heb je zo een stoppeetje. Oh wow, backpeetje. Je moet er al beginnen schieten. Opsa, kijk, ik ben al level 5. De zombies spawnen niets. Needs must when that fucking shadow man fucks with me. What else can I do? Zo, hij is weg. Zoals ik al zei, het blijft niet voor altijd. Maar kijk, nu is het eigenlijk wel zeer dom dat ik dit heb gedaan. Simpel 1, je ziet, ik ben level 15. Ik heb geen juggernaut, niets. Ik heb 16.000 coins. Ja, er gaan heel sterke zombies spawnen. En ik ga natuurlijk niets meer kunnen doen. Kijk, dit vind ik natuurlijk weer wel altijd leuk. Instakill. Maar ik ga het dan ook bij dit laten. Of ik ga misschien nog heel even doorspelen. En jullie tonen dat het eigenlijk wel moeilijk gaat worden. Want kijk, er spawnen heel veel zombies. Of ze zouden toch moeten spawnen. Met een shotgun kopen. Oké, je ziet, de zombies zijn echt overpowered. Ik heb niets van stuff. Er is echt een hele grote zombiehoofd die komt. Zoals je kan zien. Wat best wel ambetant is. Dus ja, kijk, je gaat het zien, nu ben ik al dood. Maar kijk, het maakt niet uit. Ik ben dood, maar kijk, ik ben tot level, tot ronde 15 geraakt natuurlijk. En ik heb heel veel scoren, normaal zou ik ook heel veel XP moeten krijgen. Of nog redelijk veel. Maar ja, zoals je ziet, het is niet altijd zo handig om het te doen. Maar, wat wel handig is, je kan de map dan volledig exploren. Als je natuurlijk zoveel geld hebt, je kan heel veel gates open doen of poorten. En ja, je kan zo de map wat verkennen. Dus ja, vanaf nu als je iets nieuws wilt doen op Black Ops 3 zombies, dan moet je dit zeker eens doen. En als je echt goed speelt, dan kan je vanaf daar wel de draad terug oppikken. En dan kan je natuurlijk echt in heel hoge levels geraken. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Als je nog niet wist dat dit bestond in Black Ops 3. Vergeet het dan vooral niet even te zeggen in de comments. Vergeet ook niet even een like achter te laten. En deel deze video zeker met je vrienden. En dan zeg ik nog één ding. Dikke, vette peace.